Vandaag is de 9e editie van Festival Klassiek gestart. Een vierdaags festival dat draait om klassieke muziek. En je denkt dan niet zo snel aan een kindervoorstelling. Maar toch zaten vandaag honderden kinderen niet in de schoolbanken, maar op de tribune bij de Hofvijver. Ik vind het heel belangrijk dat muziek bij zoveel mogelijk mensen komt, dus ook bij de jeugd. En ik ben er super, super trots op dat we dit jaar openen met meer dan 2000 schoolkinderen. Maar of de kinderen er nou echt op zaten te wachten? Ik hou niet heel erg van klassiek, maar dan is het ook iets anders. Hou jij van klassiek? Nee! Wat doe je er dan? Het moest! Gelukkig is er genoeg te zien, ook voor de kinderen die niet van klassieke muziek houden. Uiteraard zit er heel erg veel muziek in, maar wat ook hoort bij Festival Klassiek is dat je altijd heel veel extra dingen hebt. Dus er zitten acteurs in, er zitten acrobaten in, er rijdt zelfs een veegwagen van de dienst Stadsbeheer rijdt ook nog over het podium. Dus er is niet alleen van alles te horen, maar ook heel erg veel te zien. En of ze nu meer naar klassieke muziek gaan luisteren? Misschien wel, misschien. Ik denk het niet.